In onze rubriek Frisse Zaken vandaag KBC Scharnegoutem. Al tientallen jaren toonaangevende inspiratiebron bij de aankoop van keukens en badkamers. KBC wil de klant ontzorgen. De afgelopen tijd werd de buitengevel van het bedrijf in Scharnegoutem aangepast aan het prachtige interieur van de toonzalen voor keukens en badkamers. De buitenkant is nu net zo mooi als de binnenkant van het bedrijf. Toen we een Ierse Vier soijs rond begonnen binnen de Verbouwerij, de grote Verbouwerij eigenlijk bij KBC, wie dat zat dat we dus eigenlijk van binnen het prachtige mooi van elkaar hebben. We kregen oerlijk complimentjes van, maar er waren van, uh, lusterij, de Wienmees die zoyn van, Mrs. Lustrie, wat wij onder binnenkant schuren, schuren we net onder de boete Nou, toen is het moment geweest dat we zeiden van, ja, Mrs. Lustrie, ik moet er eigenlijk en ik echt ontveroning in. Toen we dus veroren, dat was sinds dus in uh, 2006... Uh, Wie het budget heeft, dat was van wij binnen, dus uh, ja, zaten we voor de Oude Friese stempel binnen. En hetzelfde betaal je dus het houdt in, we moesten weer even sparren. Dus we hebben op een gegeven moment van die van wij uh, pakken dat nou om. En we gaan in principe heen en we zetten het ook meteen in verhouding, dus maar de binnenkant. Toen is dat wij de buitenkant in principe, dus samen maken: hè, dat we zijn van. Mijn wij hebben dus een moderne uitstraling Wij bekennen in principe dus de middenklasse kwaliteitsgroep. Dat is ook de groep die we dus eigenlijk bekennen willen, Maar wat erin is, naar boven daar. Nou, daar is dit KBC dus ik voor in zekere zin. We hebben ook 34 hier. Ervaring hand, het hierheen. Dat houdt kind dat dus bedrijf in principe dus uh, de kwaliteit van binnen, ik aan de buitenkant uitstraalt. De consument die nou binnenkwam de lijsten per week, hè, want ze hebben lang bij me ook een beetje hierpen, is net alleen nog verbaasd van hoe mooi dat is, maar die denkt: jongens, dit klopt al een jaar. Nou, dat is ik een beetje de instekte van West. En eerlijk gezegd, hebben wij gedacht van, lusrie, we hier wel graag vier weken waar wonen, maar ja, wij winnen er ook leer voor. Het zijn economisch moeilijke tijden. Hoe is het dan mogelijk dat KBC zo'n enorme facelift aan het bedrijf geeft? Toch de, de, de vermindering in het merk. Hebben wij gelukkig nog niks merken kennen. Wij hebben alles jongens nog goed aan het werken. En we werken toch maar in Liedse 30 man, dus dat is net niks. Uh, wij kennen zelfs op dit moment dat we vier man extra inhuren. Dus we hebben een andere portefeuille die het eigenlijk al voorbij. De bouwvakket. Nou, wie kennen jullie het dan gaat zitten. Ja, wij zijn er verschrikkelijk dankbaar voor, maar net alleen dat we dus zitten dat dat dus eigen verdienst is. Het is natuurlijk ook een punt, 35 hier, Tjerry. Wel op een gegeven moment, ik ze dat het vertrouwen wat je hand hebt in die 35 hier, natuurlijk saai is dat je dat weveron weer krijgt. In hoeverre is dat nou mond tot mond reclame? Nou, we wij hebben ISO-certificeerd. Een van de weinige bedrogingen in Nederland die dat zelfs is. Maar ik zelf strijk kwaliteitssterren. Dus het houdt in dat wij meten. Wij meten op een gegeven moment van hoe komt de klant binnen, waarom komt de klant binnen, en we hebben op dit moment zo'n 70 recommendatieklanten. Nou, dat is op zich vinden wij, uh, ja, we willen nog wel meer hebben, maar het is redelijk soort uh, wat de klant, dus ik verus verwacht het. Hè, dat is op een gegeven moment zo, dat we soort van, ja, we het bij de buren hebben, of we het familie hebben, die komt hier binnen en die moeten wij betienen. Nou. Wij investeren bijvoorbeeld net alleen in de showroom, maar we investeren dus ik in ons personeel. We hebben gewoon een goede personeel hebben ontwerp. Dat merken we dus ik wel van een klant dat die site van Buslustrie. Uh, het ontwerp, dat klopt. Uh, we hebben een goede prijs kwaliteitverhouding De montage die we hebben, we hebben jongens bij, die zitten, tol we heel en 24 hier al. Dus we hebben geen verloop. Nou, die dingen betekenen gewoon dat je hoe het iemand kan de stekt. Nou ja, dat is eigenlijk de basis. Hoe lang kan dit nog doorgaan? Want dit, dit is eigenlijk, je hebt de top bereikt. Nee, je hebt nooit de top bereikt. Het is namelijk zo, om ergens te komen is vaak dus net een probleem. Het is nou wel een punt dat je stelt van, uh, om er te blowen. Nou en dat is een iedere dag een uitdaging waar we dus maar bezig binnen. En die uitdaging gaat op een gegeven moment in dat het een continu proces is. Nou dat proces dat wil zeggen dat wij eigenlijk dus altijd op scherp staan. Wij moeten bij de klant voor in principe dus mooie uh, nul opleverpuntje. Dat is eigenlijk dus basis. Mm -hmm. Nou, als ik dan de troggang, dat denk ik bij mezelf, ik economisch zo waar zit niet zit Ik super goed. Het rent het rent perfect. We hebben een goede sfeer in het bedroog, dus ja, ik ik zie de toekomst mooi uh, vertrouwen te meten.